Even een slokje, hoor. En want dit volgende recept, dat is heel zwaar, want het is voor een dieet. Het is voor een dieet, dus lik hier en daar mijn reet. Ja, jullie denken Alberding Tijm kan alleen koken, maar hij kan ook rijmen en dichten, hoor. Het is voor een dieet, dus lik hier en daar mijn reet. Dat verzacht meteen het leed dat fistel, puist of aanbij heet. Gadverdamme, dubbeldrank. Worden jullie daar nou ook zo kotsmisselijk van? Van die dubbeldrank tegenwoordig? Vroeger had je alles gewoon enkel, appelsap, bessensap. Tegenwoordig moeten er meteen twee soorten vruchten in. Persik, peer. Hier, het is geen persik, het is geen peer. Het smaakt naar geen van beide meer. Het is geen peer, het is geen persik. Die fabrikant is niet goed snik. Worteltjes, radijs. Die fabrikant is niet goed wijs. Meloentje, aubergine, ik kan geen dubbeldrank meer zien. Appeltje, druifje, heb veel dank. Ik word kotsmisselijk van de klank. Aardbei, banaan, zijn smaken die niet samengaan. Bananen en aardbei is niet mijn kopje thee. Want het smaakt naar geen van twee. Kiwietjes en rode bessen. Waarom laten wij ons verlessen? En drinken braaf en zonder smakken. Al die rotzooi uit die pakken. Gij mij gewoon, als ik verrek van de dorst, een slokkie van de moederborst. Gij mij gewoon, als ik verrek van de dorst, een slokkie van de moederborst. Verrek, jong. Hebben jullie dat allemaal uitgezonden? Hoei boei, dat wordt zonder eten naar bed.